AAAF is een technisch raamwerk om digitale afbeeldingen veel beter bruikbaar te maken. Bij digitale afbeeldingen moet je denken aan boeken, kaarten, prenten, foto's. En op dit moment zitten die digitale afbeeldingen bij verschillende organisaties in verschillende repositories. En het kan zo zijn dat je van één collectie, dat de ene organisatie die heeft het ene deel en de andere heeft het andere deel. AAAF maakt het dan mogelijk om dat weer als één geheel bij elkaar te brengen. Dit is VLQ 5, dat is een handschrift uit de 8e eeuw. Het bevat de wereldkroniek van Fredegarius. Dat werk bestaat normaal uit 4 delen, we hebben hier 2 delen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het dus incompleet is. Maar gelukkig weten we waar een van de delen nu is. En dat is in de bibliotheek in het Vaticaan. Dus wil men dat deel bestuderen, dan moet men afreizen richting Rome. Bij de UBL Leiden hebben we onze manuscripten gedigitaliseerd en in een repository gezet. De digitale afbeeldingen die bij het Vaticaan zijn, die zitten daar in de repository. Die hebben we nu via AAAF samengevoegd. En het mooie daarvan is dat je op de digitale afbeeldingen kun je ook annotaties maken. En dat is voor onderzoekers natuurlijk een hele mooie toegevoegde waarde. Ja, ik doe onderzoek naar het manuscript. En het fijne aan AAAF is dat ik nu niet naar Rome hoef om daar de andere delen te bekijken. Want ik kan ze hier allebei op het scherm zien. En ik doe onderzoek naar de Frankische koningen. En ik kan heel erg mooi op het scherm in het document aantekeningen maken als ik bijvoorbeeld een naam tegenkom. Aan het eind heb ik dan alle pagina's waar de koningen genoemd worden naast elkaar op het scherm heb ik gelijk een mooi overzicht van het document. AAAF is dus een prima technisch raamwerk. Er wordt nog volop aan doorontwikkeld. De UBL is lid als founding member. Wij maken deel uit van deze doorontwikkeling. En we zien prachtige mogelijkheden om het steeds beter in te zetten voor onderzoek en onderwijs. Om AAAF te kunnen gebruiken moet je 4 stappen zetten. De eerste stap is dat je de afbeeldingen digitaliseert. De tweede stap is dat je metadata en persistent identifiers eraan toevoegt. De derde stap is dat je de digitale afbeeldingen, de metadata, de persistent identifiers onderbrengt in je repository. En de vierde stap is dat je gebruik maakt van de AAAF infrastructuur om de digitale afbeeldingen ook op die manier toegankelijk te kunnen maken. De eerste 3 stappen die zijn redelijk makkelijk te zetten. De meeste organisaties die hebben al een repository. En de 4e stap om de AAAF infrastructuur te gebruiken, dat is een relatief eenvoudige stap. Er is heel veel commerciële software aanwezig. Er is ook open source software aanwezig. Dus voor organisaties die AAAF willen gaan gebruiken, zijn er heel veel mogelijkheden om snel aan de slag te gaan.